Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 22 april van Weerplaza. Er is verandering op komst, en dat zien we al vanuit de lucht. Er is wat meer bewolking boven het zuidwesten en vanochtend kan er overspreid over het land een enkele bui vallen. Er is een afwisseling van zon en wolken bij een ochtendtemperatuur van 14 tot 18 graden. Vanmiddag kunnen er vooral in het zuidoosten en oosten een paar buien ontstaan met hagel, onweer en windstoten van 70 km per uur. Het is nog wel warm met 24 tot 27 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het westen en trekt aan naar matig windkracht 3 tot 4. En vanavond vallen er verspreid ook nog een paar buien. Morgen is het anders. Met 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden is het behoorlijk koel. Ook waait er een frisse westelijke wind. Wel is het de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Vanaf dinsdag is het anders. Het is bewolkt en vooral in de noordelijke provincie regenachtig. En het wordt 12 tot 14 graden. In het zuiden is het vaker droog en wordt het 18 graden. Woensdag en donderdag is het wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui. En op donderdagmiddag wordt het amper 13 graden. Ik ben Diana Boei van Weerplaza.